Breda Nu. Je weet het meteen. In de prachtige Waalskerk werd Jolande Withuis, schrijfster van de biografie Juliana, vorstin in de mannenwereld, geïnterviewd door Ad van Liemt. Er was een grote belangstelling voor. Nou, ik heb het boek nog niet gelezen, maar ik vond het wel in ieder geval een leuk en interessant verhaal. Als u zo het verhaal heeft gehoord, het interview, wat valt u het meeste op aan wat er verteld is? Hoe de beeldvorming over een staatshoofd dan toch heel anders kan zijn dan wat er uit zo'n biografie naar voren komt. Vooral in het pre-televisietijdperk zijn er toch allerlei dingen gebeurd waarvan ik in ieder geval niet wist dat het geval was. Ja, nou, we hadden het er net over dat wij dachten van, goh, ze is toch eigenlijk veel, om het zo maar even te zeggen, veel slimmer, veel intelligenter dan dat wij dachten. Hè? Dus wij dachten altijd van, oh ja, dat is een beetje zo'n dommige vrouw, kwam zij over. En dat is dus gewoon helemaal niet zo. En in de tijd en binnen het protocol waarin zij moest leven, is het ook heel begrijpelijk waarom de dingen zijn gegaan zoals ze gingen. Dus ja, ik vind het super interessant eigenlijk. Hoe bent u tot het schrijven van dit boek gekomen voor Juliana Vorstin in een mannenwereld? Nou, het was een idee van mijn redacteur bij De Bezige Bij. En zij kwam op dat idee omdat ik echt een socioloog ben van de 20e eeuw. Omdat ik veel aan de Tweede Wereldoorlog heb gedaan. En er zitten twee oorlogen maar liefst in Juliana's leven. Omdat ik veel vrouwengeschiedenis had gedaan. Omdat ik een bekroonde biografie had geschreven. Dus biografie was gebleken mijn genre te zijn. Toen ben ik me gaan inlezen. En toen vond ik het al gauw een prachtig onderwerp. Dus zo is het gegaan. U moet zich heel erg inlezen om zo'n biografie te kunnen schrijven. En allerlei onderzoeken doen natuurlijk. Dat hoorde bij uw werk. Ziet u het zitten om nog een keer zo'n prachtig boek te kunnen schrijven over iemand anders weer? Nou, het was een behoorlijke klus. Ik heb er 6 jaar aan gewerkt. En ik moet zeggen, ik ben ook opgelucht dat het af is. Want ik had natuurlijk nog veel meer uit kunnen zoeken. Het is eigenlijk oneindig, het leven van een koningin. Het is goed afgerond, alles zit erin. Maar je kunt eindeloos doorgaan. En ik zie me. Het was ook zo'n groot project dat ik niet alle ruimte in mijn hoofd had om na te denken over een nieuw project. Ik denk dat ik het voorlopig graag hou bij projecten die niet in 6 jaar, maar in 6 maanden af zijn. Dus of ik nog een keer zoiets heel groots doe, dat weet ik niet. Maar ik zal nooit ophouden met schrijven en onderzoek doen. Wat heeft u echt ontdekt wat u nog niet wist? Nou, Juliana, de betrokkenheid bij de zaak van vrouwen en de positie van vrouwen, daar was ik echt verrast over. Daar had ik geen idee van. Haar inzet in de Tweede Wereldoorlog, die was bekend, maar mij niet, want die is helemaal uit zicht geraakt. Dus die is heel verrassend dat ze veel meer heeft gedaan en veel politieker was dan wij allemaal weten. Dus ze heeft me in het algemeen wel voor veel verrassingen gesteld. Ze is niet gewoon en niet gemiddeld en niet ook niet verlegen, want ze is behoorlijk eigenzinnig. Dus ze is een verrassende vrouw. Maar vooral die vrouwenzaak, dat vond ik echt heel leuk om te ontdekken. Breda Nu. Je weet het meteen.